Nou ja, toen dacht ik het volgende. De meerderheid van de Tweede Kamer vraagt om een bemiddelaar. Zonder voorwaarden vooraf. En dan krijgen we nu een gespreksleider. Nou, volgens mij vult u het nou een beetje een eigen believen in. Nee, heeft de Kamer niet gezegd... laten de doelstellingen los en laten we maar eens even vrij gaan worstelen. Nee, dat hebben ze niet gezegd, maar het bemiddelaar moest in ieder geval... een zodanige sfeer scheppen dat in ieder geval alle belangrijke pijnpunten... vanuit onze boerenkanten in ieder geval op tafel konden komen. Dat is wel heel erg, dat die echt besproken kunnen worden. En wij hebben drie hele harde voorwaarden op dat punt. Nou, en dan vind ik het gespreksleider, vind ik ook voor zo'n man met statuur... want dat is Remkes... En dan staat hij zich niet op die statuur voor. Maar dat is zo, het is natuurlijk wel een zwaargewicht. Laten we daarover duidelijk zijn. Dat wij wel in ieder geval de mogelijkheid moeten hebben... als wij met hem gaan spreken. Dat is inderdaad nog de vraag. Krijgen we die mogelijkheid? Maar het belangrijkste is wel dat we echt... die zaken die ons dwars zitten op dit dossier... op dit stikstofdossier... om ervoor te zorgen dat we... wij gaan het ook aanpakken, dat stikstofvraagstuk. Dat ontkennen wij niet. Maar de drie harde voorwaarden... laten we zeggen, als het gaat over... ja, die onhaalbare doelen naar 2030. We hebben bijna nog maar 6 jaar te gaan. En het tweede punt is natuurlijk die kritische depositiewaarde... wat meer een indicatie was. Dat is nu een hele harde meetlat geworden... want men wil die opnemen in de wet. En dan heb je derde eigenlijk... stond er van de week een prachtig artikel in het Financieel Dagblad... waar ik bij mocht zijn. Namelijk de opening van een prachtige innovatie... Hoe je uiteindelijk zo'n emissiearme stalvloer organiseert... en dat eigenlijk nog veel meer rendement ophaalt. Maar als ik je goed beluister... laten we nou van uitgaan dat Remkes inderdaad doet. Ik geloof dat hij als voorwaarde gesteld... die eerst in ieder geval op vakantie even ging. Ja, maar ja, dat is typisch Johan Remkes. Ja, maar dat is gezien de urgentie... van het probleem volgens mij niet het eerste signaal wat je moet afgeven. Je langs en vraag je of hij iets wil doen. Zegt hij, het is goed, maar ik heb de komende 3 weken geen tijd. Ja, zo gaat dat bij hem, ja. Maar meneer Van der Tak, even dan, dat ik het even toch scherp heb. Als Remkes u inviteert, maar tegelijkertijd ook eerlijk bij zegt... tenminste eerlijk, hard erbij zegt, moet ik zeggen... de doelstellingen en ook de tijdlijn blijven gewoon gehandhaafd. Dus die 2030 en 50%. Dan hebben wij een groot probleem. Ja, maar ik wil nog iets scherp hebben. Gaat u op gesprek of gaat u niet op gesprek? Ik neem niet aan dat het zo gaat... Nou, het is niet ondenkbaar. Dat is zeker niet ondenkbaar, maar in die casus... dan heeft een gesprek geen zin. Daar ben ik ruim... Dan gaat u niet dus. Nou ja, ik wil wel het gesprek natuurlijk even met hem aan. Maar als ik dat voel,